Oud-Paralympisch atleet Jelmer Bos uit Lelystad komt in de jury van het sportgala van NOC-NSF. Dat is zojuist bekendgemaakt. Eind dit jaar is het prestigieuze spektakel rechtstreeks te zien op tv. Met alle hoogtepunten, topsporters en topteams. Jelmer, goedemiddag. Goedemiddag. In de jury dus, nieuw toegevoegd. Wat vind je ervan? Ja, dat is een enorme eer natuurlijk om daar toe verkozen te worden. Dus daar ben ik super blij mee. Ja, hoe kreeg je dat te horen? Er kwam een plek vrij, op de Paralympische zetel kwam vrij. En daarvoor zijn gesprekken gevoerd met verschillende Paralympiërs. En uiteindelijk werd ik gebeld door de directeur topsport André Katz. En die vertelde mij dat ik het was geworden. Ja, nou weet ik een klein beetje dat als je in een jury zit, dan moet je natuurlijk jureren. Hoe gaat dat precies in zijn werk, dat werk als jurylid? Wat moet je exact doen? Nou ja, wij gaan in een. We zijn met z'n negenen in de jury en wij. Hoe leg ik dat het makkelijkst kort uit? Ja. We krijgen een lijst met mensen, zeg maar per categorie, die een goede prestatie hebben geleverd dit jaar. Dus die in aanmerking komen voor sportman, sportvrouw, Paralympiër, sportploeg of coach van het jaar. Ja. En daaruit kiezen wij de drie genomineerden. En dan op de avond zelf stemmen wij negen onafhankelijk van elkaar wie wij vinden dat er moet winnen. Mm-hmm. En dat telt voor 50%. En alle sporters stemmen ook. En dat telt ook voor 50%. En dat gecombineerd maakt uiteindelijk wie de winnaar wordt per categorie. Maar ja. 21 december is het sportgala al. En ik begrijp dus van jou, tot op het laatste moment wordt er nog overlegd. Nee, wij overleggen alleen over de nominaties. En dan wat bepaal je individueel wie jij vindt dat de sportman of sportvrouw van het jaar moet worden. Ja, je hebt dus per categorie drie personen die genomineerd zijn. Hè? Daar ga je in december dan over vergaderen. En de dag voor het event, dan ga je daadwerkelijk je stem uitbrengen. Ja. Okay. Ja, en dat doet iedereen dan ook. En ook alle sporters doen dat. Ja, ja, ja. Nou is Bas van der Goor, die is de juryvoorzitter. Ellen van Lange en Foppe de Haan zitten er ook in. En nieuw erbij is ook Toon Gerbrands. Het zijn niet de minste personen. Heb je er zin in? Ja, het is natuurlijk super gaaf. En ik kijk al vanaf kleins af aan, kijk het op tv. En ik dacht altijd van, je zou er maar in de zaal zitten. Ja. En toen in 2011 zat ik er zelf voor het eerst als sporter. En dat was een unieke ervaring. En ik vond het elk jaar als sporter daarna ook geweldig om weer bij de sportverkiezing aanwezig te zijn. Ja. En als je dan nu dus in de jury zit, dat is nog wel bijna schepje bovenop als het toch kan. Maar is dat toch niet lastig? Ik bedoel, je bent zelf ook sporter. Dat je naar een bepaalde sport iets meer voorkeur hebt? Ja, het blijft natuurlijk altijd appels met peren vergelijken. Omdat, weet je gaat gewoon rangschikken. Ik bedoel, in Nederland hebben we niet de minste sporters. We hebben dit jaar ook weer verschillende Olympische kampioenen. Verschillende wereldkampioenen. En daaruit kiezen is natuurlijk heel moeilijk, maar ik denk dat het vooral een avond moet zijn waarop we de sport in Nederland eren. Ja, je bent natuurlijk zelf oud Paralympisch atleet. Je kent natuurlijk ook heel veel mensen die genomineerd zijn. Misschien wel persoonlijk. Speelt dat ook een beetje mee dan in je uiteindelijke keus? Nee, ik ben altijd wel vrij realistisch. En ik kijk altijd wel realistisch naar sportprestaties. Dus ik denk dat ik daar een hele goede afweging in ga maken. Ja, dat is ook wel zo netjes natuurlijk. Goed, veel succes Jelmer Bos, kerstfest jurylid van het NOC-NSF. Sportgala met de jaarlijkse sportprijzen. Woensdagavond 21 december te zien op NPO 1.